Overwegingen voor fuseren of splitsen als woningcoöperatie. Daarover gaat het in deze aflevering. Ja, er vinden nog altijd regelmatig fusies plaats binnen de coöperatiesector, tussen coöperaties. En aan de andere kant. Uh, zijn er ook corporaties gesplitst? Vestia is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van, waarbij een grote corporatie is gesplitst in drie corporaties met verschillende werkgebieden. Wat zou nou voor jouw corporatie uh, interessant kunnen zijn? Hè? Zou dat ook uh, voor jouw corporatie uh, nodig zijn om bijvoorbeeld te fuseren of om juist te splitsen? Um, wat is nu wijsheid? En um, in het verleden is de discussie daarbij vaak gegaan over of je. Een bepaalde omvang hebt als coöperatie, of dat je juist klein bent. Waarbij de gedachte vaak is dat hoe kleiner je bent, um, ja, hoe logischer het zou, zou kunnen zijn om te fuseren. In de praktijk blijkt dat, wat mij betreft, niet echt en ook niet uit onderzoek. He. Er zijn wel wat natuurlijk verschillen tussen grotere en kleinere corporaties, um, maar je ziet toch dat uh, de, het presteren niet per se afhangt, per se alleen maar van dat grote, groter zijn of kleiner zijn als coöperatie. Wat wat mij betreft een veel interessantere invalshoek is om naar te kijken als je nadenkt over fuseren en splitsen, is om te kijken naar aan de ene kant wel degelijk ook de omvang van de coöperatie, maar altijd in relatie tot het werkgebied waar je actief bent. Een paar voorbeelden daarbij. Stel je bent een corporatie van duizend woningen en je hebt bezit in een klein dorp met een hechte gemeenschap. Dan kun je daar natuurlijk een grote meerwaarde zijn als coöperatie. Stel dat je ook een coöperatie bent met ook duizend woningen, maar die duizend woningen die zijn verspreid over gewoon reguliere doelgroepen, maar die zijn verspreid over een hele stad of over een hele regio zelfs, of over het hele land, um, ja, dan is die meerwaarde waarschijnlijk een stuk minder. En aan de andere kant, als je juist een hele grote coöperatie bent, zeg 20, 30, 40.000 duizend woningen, um, en je hebt die woningen in een aaneengesloten werkgebied, en dat is een werkgebied wat ja, logisch met elkaar samenhangt, waar verhuisbewegingen zijn, waar um, nou ja, ook bestuurlijk, ook he, tussen gemeenten bijvoorbeeld samenwerking is, uh, waar een regionale samenwerking is, waar een, 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 bijvoorbeeld één provincie uh, um, ja, het beleid maakt, um, ja, dan uh, kan het handig zijn of dan kan het meerwaarde hebben om groot te zijn als coöperatie. Zeker als je daar echt voor grote en complexe problemen staat. He, dan stel dat je bijvoorbeeld... heel veel aan herstructurering moet doen. Um, stel dat je bijvoorbeeld nog heel veel aan... ingewikkelde verduurzaming moet doen... He, bijvoorbeeld in oude binnensteden. Um, dan kan het interessant zijn om groot te zijn... zodat je ook voldoende massa hebt... om heel specialistische kennis in huis te hebben... en om ook ervaring op te doen... die je dan vervolgens binnen je eigen werkgebied... weer kan herhalen. He, dus dan is het logisch om, om groot te zijn. Stel dat je... Een coöperatie met diezelfde grote omvang hebt, maar die is juist verspreid over verschillende steden of verschillende regio's, zelfs die inhoudelijk gezien minder met elkaar te maken hebben, ja dan is die meerwaarde een stuk minder. Natuurlijk ja, kun je van elkaar leren, maar ja, daarvoor hoef je niet per se een en dezelfde organisatie te zijn. Hè? Daarvoor hoef je niet hetzelfde KVK-nummer te hebben. Dus op die manier uh, kun je dus nadenken over of het logisch is of je um, als coöperatie. Ja, past bij je werkgebied. En als dat niet zo is, um, ja, dan zou je misschien wel ofwel moeten fuseren ofwel juist moeten splitsen. Nou, voordat je uh, meteen in de aanslag gaat om dat ook te gaan doen, hè, dus, uh, dus het is sowieso denk ik, interessant om daar voor jezelf over na te denken: van nou, past dat inderdaad? Um, maar sowieso zou ik zeggen: fuseren of splitsen, überhaupt dit soort grote organisatieveranderingen, is wat mij betreft altijd nee, tenzij. En wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik dat je. Um, eigenlijk moet proberen om te voorkomen dat je heel veel energie hierin gaat steken. Uh, terwijl het misschien eigenlijk niet helemaal um, opweegt uh, tegen de voordelen die je er vervolgens mogelijkerwijs uit zou halen. Je ziet bij veel fusies, en met name fusies, uh, zie je toch dat aan de voorkant uh, de voordelen worden overdreven en de nadelen worden onderschat. En um, je weet één ding: zeker op het moment dat je gaat fuseren. De eerste paar jaar ben je vooral met jezelf bezig en zul je minder prestaties leveren. Um, en pas daarna komen dan eventueel, mogelijkerwijs, misschien de voordelen. Nou, dat is sowieso in deze tijd, waarin er een grote opgave is, niet per se een goed idee. Um, maar nog los daarvan ja, is het sowieso maar de vraag of die voordelen ooit komen. Hè. Dus als je kansen ziet om samen te werken met andere corporaties hartstikke goed, gewoon doen, gewoon gaan samenwerken. En misschien kom je dan ooit wel organisch op het punt dat je na tien jaar zegt van... goh, wij werken nu dusdanig samen. Misschien hebben we maar één directeur nodig in plaats van twee. Dat kan natuurlijk. Um, maar dan is het organisch zo gegroeid en vanuit de inhoud van de opgave die er is. Um, en dan uh, heb je dat hele proces van... Een navel staren en naar jezelf kijken, overgeslagen. Dus nee, tenzij uh, dit soort grote organisatieveranderingen. Eigenlijk uh, betekent het in de praktijk dat je alleen fuseert of alleen splitst. als het echt niet anders kan. Als het van extern wordt opgelegd, bijvoorbeeld. of als je uh, anders gewoon financieel de activiteiten van uh, de organisatie niet meer kunt doorzetten. Um, en dat is bijvoorbeeld het geval als je. Als je stel dat je voor de keuze staat van ja, um, nu moet ik of. Een deel van mijn bezit uh, aan een belegger verkopen, of ik kan met een andere corporatie gaan fuseren, ja, dan, uh, 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 dan heb je wel een tenzij te pakken, uh, wat mij betreft. Maar dat, dat is dus heel beperkt. Uh, en als je echt voordelen ziet, hè, dus als je met name vanuit voordelen, vanuit kansen redeneert, ja, ga dan gewoon samenwerken. En, um, um, en, en dat, dat kan natuurlijk ook. Um, en ook, dat is met name bij fusie natuurlijk, maar ook als je bijvoorbeeld zou willen splitsen, ja, dat kun je natuurlijk intern ook op die manier regelen. Zodat je niet last van elkaar hebt, wel van elkaar blijft leren, natuurlijk. Maar dat je elke in je eigen werkgebied ook de keuzes maakt die op dat werkgebied relevant zijn. Nou, um, dat zijn wat overwegingen over fuseren of splitsen. Sowieso interessant om erover na te denken. Past de organisatie bij het werkgebied? Maar ook als het niet zo is, dan is dat nog niet meteen een reden om te gaan fuseren of te gaan splitsen. Omdat dat ook vaak meer nadelen dan voordelen met zich meebrengt. Ik wens je heel veel succes mee met die gedachtenvorming. En om dan ook weer te kijken, hoe kan je het misschien ook anders oplossen dan met fusie of met splitsen? En uh, graag tot, natuurlijk ook weer tot een volgende aflevering.